aanspoelen, moeten bij Naturalis gemeld worden. En we vinden ze bijna altijd interessant genoeg om in onze collectie op te nemen. Voordat het echter zover is, moet er een heleboel geregeld worden, want het zijn vaak enorme dieren. Er moet transport geregeld worden van de mensen naar het strand, de afzettingen op het strand als we aan het werk zijn, maar vooral ook het transport terug van het grote skelet. Als dat echter allemaal achter de rug is, kan de snijploeg naar het strand. De snijploeg bestaat uit een aantal mensen met hun vaste taken. Belangrijk daarin is Ans. Ans zorgt voor de contacten met de pers. Zij geeft het publiek informatie. En wat heel belangrijk is, ze neemt veel foto's. Dan kunnen we achteraf kijken hoe het allemaal gegaan is. Sjaak heeft ook een eigen rol in de ploeg. Sjaak is verantwoordelijk voor het verzamelen van de exoparasieten. Dat zijn de parasieten aan de buitenkant van de walvis. Zoals pokken en luizen. En deze willen we ook graag in de collectie opnemen. Daarna wordt de walvis nog gemeten. Want dat gaat het makkelijkste als hij nog heel is. En als het meten dan achter de rug is, dan mag de snijploeg aan de gang. En dat zijn mensen als Ronald en Kees. Zo, nu aan het meten mogen wij eindelijk aan de gang. We staan te trappen van ongeduld om het te gaan snijden. Een van de mensen is als vrijwilliger aangewezen om de beestjes open te snijden. Van voor naar achter, om dus het dier te ontluchten dat het niet explodeert. Mocht die exploderen, dan zitten we helemaal onder de smurrie. En dat willen we dan niet voor die tijd. En na die tijd maakt het niet zoveel uit. Wij beginnen dus te snijden in de ploeg in twee. Twee voor, twee achter, twee in het midden. En we snijden zoveel mogelijk naar elkaar toe om niet elkaar in elkaars handen te snijden. De botten worden uit het dier gehaald en het vlees wordt afgevoerd door de gemeente naar de destructie. En daar wordt het dan alsnog verbrand. De botten die gaan dan naar Leiden, waar Duncan de botten verder schoonmaakt. Wij concentreren ons nog hier op het strand even op de ingewanden, hart, de nieren, de longen en de darmen. We snijden ze allemaal open en halen alle parasieten die we tegenkomen eruit. Zetten we vervolgens op sterk water en gaan we naar Leiden. En in Leiden wordt het verder onderzocht door een bioloog die daarin gespecialiseerd is. Nadat het skelet geborgen is, komt het naar Naturalis toe. Die komt met mij in de